Welkom bij DigiSol of Mijn ICT. Ik ben William Verkoelen, geboren in 66. Ik kom al vanaf 1978 bij Helmond Sport op de Braak. Ik was afgelopen weekend in het Paling Sound Museum op de zolder in Volendam met onze zanggroep de Keigehammers. Daar hing een heleboel. Ik denk als ik alles ophang wat ik heb, dat ik 3-4 keer het Paling Sound Museum zou hebben, bij wijze van spreken. Het is ook niet allemaal zo stijf en harkig en ik denk dat dat de club wel typeert. Daarnaast is de gezelligheid bij Helmond Sport, en daar hoor ik heel vaak terug. Mensen die, pas waren we nog in Deventer bij Go Ahead. En dan merk je gewoon dat in die businessclubs de sfeer lange na niet haalt van de sfeer die in Helmond in de businessclub is. En mensen van buitenaf die proeven dat en die komen ook eigenlijk altijd terug. Hij is nog mijn trainer geweest toen ik amateurvoetballer was. Maar dit is echt genoeg, hè, hoe die man daar staat. Die gaat weg bij Helmond Sport. Ja, daar zie je tegenwoordig niet meer, hè? Nee. Ik ben nog nooit eerder het stadion verlaten in de 32 jaar tijd. En we hebben echt hele diepe dalen meegemaakt. Alleen ik vind, je bent supporter of je bent er niet. Je kunt teleurgesteld zijn over het resultaat. Maar om nou weg te gaan, ja. Hier, ken je die keeper van België, van het nationale team? Ja, bij Helmond Sport concurrent gevoetbald. Van Faf, toch? Ja, die heeft bij Helmond Sport gevoetbald, hè? Ze staan nu bijna mee bovenaan, dus ik vind niet dat spelers dat verdienen dat mensen nu weglopen. Ondanks het feit dat het een hele slechte wedstrijd kan zijn. Daar ben ik zelf, s'avonds laat. Met mijn blote buik op de Bakelse Dijk. Met Daniel Vuijgt, hier heb ik mijn shirt uitgetrokken. Dan waren ze periodekampioen geworden in Os. Het Helmond Sportgevoel, toch een wijgevoel, hè, dat we samen ergens voor gaan. Vaak met minder middelen als bij andere clubs, hè, waar bijvoorbeeld gemeentes wel geld ingestapt hebben. Helmond Sport heeft met een lage begroting goed gepresteerd de laatste 7-8 jaar. En ik denk dat we daar allemaal wel trots op kunnen zijn. Hè, en dat we dan goed vooruit kunnen kijken naar de toekomst.